Er komt een nieuw Tiny Forest in het Nijmeegse Westerpark. Afgelopen najaar werd het per ongeluk weggemaaid, tot grote woede van raadsleden. De moed zakte me echt in de schoenen. Ik ben denk ik al een jaar of vier bezig om ervoor te zorgen dat de gemeente beter omgaat met onze natuur. Nou, een Tiny Forest is daar zeker ook een onderdeel van. Nou ja, dit is natuurlijk symbolisch gezien een ramp. De boompjes waren 2 jaar eerder geplant door kinderen van basisschool Aquamarijn. Het is gewoon ontzettend jammer, want kinderen van de basisschool hier uit de buurt, die hebben echt zelf met hun eigen handen super hard gewerkt om hier hun eigen Tiny Forest aan te leggen. En zoals ik net al zei, binnen 5 minuten wordt er dan door een grasmaaier van de gemeente hatsenflats, alles wordt kortgewiekt. Zij helpen aanstaande woensdag ook weer bij de aanleg van het nieuwe bosje. De aannemer die het bosje per ongeluk maaide, draait op voor de kosten van de aanleg.